I did good. Ik heb echt van die periodes dat ik dus heel erg één ding kan eten. Een hertog ijshuisje, ook heel cute. Het is december, de kerst komt eraan. Ik heb gezellig de kerstboom al staan. Heb je er zin in, net als ik? Kijk dan verder een ogenblik. Wil je een maand vol gezelligheid? Kijk deze vlog pas, je krijgt geen spijt. Wat meer kan ik doen? Kerst is echt wel mijn seizoen. Goedemorgen jongens, 17 december? Ja, dinsdag 17 december. Ik ben nog een beetje opgeblazen van het douchen, haar wassen en slapen. Maar ik moet vandaag dus, ik heb een hele lange dag, ik moet eerst werken. Ik moet ook training geven aan teams en dan wil ik niet met zo'n hysterische kerststrijd doen. Want ik denk dat dat afleidt van wat ik moet doen, wat ik vertel. Maar het is ook vlogmas, ik zit nu een beetje al een kwartier voor mijn kast te staan omdat ik niet weet wat ik aan moet. En daarna ga ik nog naar kantoor met Michelle om dingen klaar te zetten voor morgen. En daarna heb ik ook nog een werkafspraak om te kijken wat ik gisteren al vertelde. Hoe ik binnen mijn organisatie LBTI mensen meer zichtbaar kan maken, cliënten als medewerkers. En dat ze een plek hebben waar ze zichzelf kunnen zijn. Dus een borrel of in ieder geval dat, ze, hè, dat er beleid op is. Dus dat, maar ik weet totaal niet wat ik aan moet. Gelukt zo. Het is en netjes, maar door het groen en rode en de noem je geruiten, is het toch ook wel Christmas. I did good. Het is inmiddels zo avond, jongens. Hey, ben ik hier niet rood? Hey. Hey. Hi. Jij ook niet? Nou, wordt toch wat met kerst. Misschien omdat ik zo'n groene auto heb. Maar we gaan nu onze kantoor schoonmaken vanavond en dan, ja, dat. Blinkt weer, hè? En je persoonlijkheid ook. Kijk, dit is voor morgen alvast. Mooi, hè? Ik heb echt in een uurtje geknald als een bodo, modo, mofo, dinges. Thuis! Oh, zware tas weg. Wat is zo leuk is, jongens, wacht nog even iets meer licht, is dat dat ding van de IKEA, die stolp met lichtjes, daar zit zo'n tijdslot op. En op het tijdslot zit dus 6 uur. Dus ik heb hem een keer om 5 uur aangedaan. En als ik nu thuis kom rond deze tijd of later, dan is dat dingetje al gezellig aan. Hoe leuk is dat? En die gaat dus ook gewoon vanzelf weer uit. Heel erg gezellig, want dan is het dus nooit echt helemaal donker als je thuis komt. En dat is met deze donkere dagen echt heel fijn. Lijkt wel reclame voor IKEA, maar dat is het niet. Ik moet nu nog even eten en dan door naar die afspraak nog. Of ik probeer het een beetje te kijken of ik het nog kan verplaatsen eventueel. Want AM... tired. Ik had echt een lange dag, jongens. Ik heb dat allemaal niet kunnen filmen, maar ik was al gewoon in 1 uur werk. En het is nu 7 uur. Ik ben er thuis. En dan zou ik nog een afspraak hebben voor werk. Dus too much. Ik heb natuurlijk weer als avondeten een pantosti gemaakt. Ik heb echt van die periodes dat ik dus heel erg één ding kan eten. En dat ook heel vaak. En dat ik dat nog heel erg lekker vind. Zoals dus, wat had ik van de zomer ook weer? Oh ja, salade caprese. Ja. Dat zou ik nu ook precies nu ook weer kunnen eten. Het zijn gewoon echt bepaalde dingen die ik gewoon forever kan eten. Salade caprese, pantosti, truffels, chocoladetruffels, citroentaart, lumpia.
heb nog e-mails beantwoord. Dus eigenlijk nog weer doorgewerkt. En ik ga toch even naar die afspraak. Het leuke is wel dat het iemand is die ik uit het nachtleven ken. Dus het is ook een soort van kennis. Dus dat is wel leuk. Dus het is ook gewoon wel gezellig. Maar ook wel werk. Weet je? Werk en plezier of zo. Dus ik dacht, ik heb hem ook al lang niet gezien. Hij woont echt naast waar ik zelf woon. Dus dat is ook niet zo moeilijk. Dus ik ga gewoon daarheen. Kijk, René heeft een kater. Oh my god. Ja. Oh, Bobby. Ook nog rood, heerlijk. Hallo, hoe heet die? Pippi. Wie? Pippi. Pippi? Dit is René, jongens, hallo. Hoi. Hi. Hij is wel roze en wit, hoi. Santé! Ben je nou wel of niet erop? Ja. Jongen, oh, wacht even. Dit uitzicht moeten die zien. Kijk, hij woont op 20 hoog. Kijk nou. Oh my god. Ik word hier echt gek. Oké, jongens. Ik ben weer thuis. En ik heb nog 1003 miljoen winterdorp minis die ik moet uitpakken. Dat ga ik even snel doen. Dit is het Olfariet huisje. Kijk hoe cute. Die hadden we nog niet. Dit is een wit Bambi of zo, of rendier. Cute had ik ook nog niet. Een Teletubby, denk ik. Nee, die zien is goed. Het Milka huisje had ik ook nog niet. Oh, een kerkje had ik nog niet. Nice. Wat zijn we nu in echt dorp? Laie kiphuisje. Een kerstboom, een witte. Alsof het onder de sneeuw is. Nog een Olfariet huisje, maar op zich zijn die dubbel niet zo erg. Oeh, deze ook nog niet. En ja, drie huisjes naast elkaar. Een rijtjeshuis, doe je dat? Blog een blije kip. Huisje. Een Remia. Snackbar, zo cute. Oh, deze. Oh, een hertog ijshuisje, ook heel cute. Paasje toilethuis. Ik vind het wel grappig gevonden, jongens. Ik vind het wel grappig gevonden. En deze ken ik ook nog niet. Sensodyne tandhart. Het is allemaal heel logisch, maar ik vind het toch heel cute. Een Gillette barbershop. Het is zo leuk, ik vond het zo grappig. Het stadhuis, nou dat is dan, oh die is dus zo. Een Blue Band, boterhuisje. Nou, kijk nou, cute. Ik vind alleen, dit zijn dus geen Teletubbies, maar spinnende hamsters. Maar die vind ik echt stom. Maar verder, heel erg leuk. Mijn dorpje. Wordt al bijna een stad. We wish